Hoi. Ik ben Max. Ik ben Kai. Ik ben Mats. Mats en Max. Oké, toen ik nog op school zat, keek ik alleen maar in papieren boeken. Wat zijn we aan het doen? Bomberbot. Bomberbot is een programma waarin kinderen leren programmeren. En dat is in deze moderne tijd wel handig. Zeg maar, als ik bij jou kijk, lijkt het een beetje op Candy Crush. Ik zie hier een robot. Kan hij gewoon dit indrukken en dan dat hij vooruit gaat? Nou, volgens mij loopt hij vast. Mats? Oké, laat jij het eens even zien, Max. Je kan F1 gebruiken. Ik heb het nu even gezien, dus dan is het inderdaad programmerings-F-functie. Synchroon laten lopen met de onderpijl underscore 377. En dan lopen. Moet je eerst naar F1. Max, je bent te snel. Je bent gewoon langzaam. Zo, hallo. Je pakt eerst de hamertje tikje. Niet per se. Niet per se. Dus dan deze zo, hier zo erin. Deze zo erin. Nee, en dan... nee. Wat nee? Nou, maar... wij weten het wel beter, hoor. Nou, doe het dan. Maar dit is toch heel raar, dit klopt toch niet? Nou, ja... Kijk, hij is helemaal rondjes aan het lopen of zo. Ja, maar het ligt aan de robot, hij heeft storing in zijn hoofd. Welk level ben je? Ik heb hem uitgespeeld. Maar dan moet je er echt even in investeren. Over investeren gesproken, ASR investeert in toffe bedrijven zoals Bomberbot. Weet jij nou ook een tof bedrijf? Laat het dan even weten in de comments. Ja, ik heb hier wel echt talent voor, hè? Nee! Oké, die zijn gewoon jaloers. Vandaar. Doei!